om het busstation van de Oude Rechtbank. Een fantastische mooie locatie om daar het bevrijdingsmonument dan ook te plaatsen. Ik vrees ook dat je, als het busstation overhuis, je het dan niet zo snel in orde hebt om daar een monument te plaatsen. Dus ik zou als eerste instantie het Kerkplein beter beoordeeld willen zien, want ik kan me niet voorstellen dat het te klein is. En anders op de andere kant van de Waardplein. Het voor een plaats zou worden. Dat is een standpunt wat naar de gemeente hebben kenmerkend. De beoogde plek is van oudsher het Waardplein. Maar gezien de stadsontwikkeling dacht ik, waar zou dit dan kunnen staan, geplaatst kunnen worden? Nou heeft dat natuurlijk een kostenplaatje, maar ook een praktisch plaatje. Dus ik heb wat suggesties gegeven aan de raad. Waar gaat uw persoonlijke voorkeur naar uit? Nou, dat zei ik al. De persoonlijke voorkeur is het Waagplein, maar dat kan dus niet. Dus dan komt voorkeur nummer 2 op de plek waar nu nog het station is, het busstation. Dat is nou een mooi parkje gemaakt en daarop kunnen plaatsen. En als dat niet kan, dan zou ik dus de keuze laten waar het nu staat. Maar dan moet er wel een hele mooie verfraaiing komen van die omgeving. Want die ziet er momenteel dus niet uit. De wethouder komt terug met een voorstel naar de raad. Wat vindt u daarvan? Een goed plan. Ik heb ook begrepen dat hij dus een enquête wil houden naar de Almeerse bevolking toe. Dat die hun mening kunnen geven over een plek, voor de toekomstige plek voor het mooie monument, wat laten we wel zijn. Het is niet zomaar een monument. Het is een monument geschonken door de Almeerse bevolking. Maar in feite moet de raad natuurlijk een knoop doorhakken. Ja, maar een raad, u weet dus, raad ligt in de raad van velen. En hoe meer raad binnenkomt, hoe beter de raad kan besluiten. Dus laat de Almeerse bevolking maar hun mening geven of haar mening geven. Als u de meningen van de raadsleden heeft gepeild, waar denkt u gaat hun voorkeur dan naar uit? We hebben een mooie rechtbank gehad vroeger in Almelo. Dat is nu een woningscomplex, dat noemen we de rechtbank. En daartegenover zit dan dus het busstation. En de meerderheid van de raad kiest daarvoor om die plek te benutten om daar het monument, oftewel het kunstwerk van de gemeente Almelo, om dat daar neer te plaatsen. Als er 3 opties aan de Almeloze bevolking worden voorgelegd, hoe schat u dan de locatie in waarvoor men kiest? Ik denk dat men dus emotioneel kiest en dan wordt het het Waaggebouw. Maar als men praktisch kiest, rationeel dus, gewoon in helder denken, dan denk ik dat men kiest voor het busstation, oftewel bij de Wierdense Straat. Dank u wel voor deze reactie. Graag gedaan.